Kulturu TV. Als dan sana yang op locatie en u zult zich afvragen waar ik ben. En zoals u ziet, hier een podium, dat zijn we in Anthony Nasty Sporthal, waar er vandaag een show is. En het gaat allemaal omtrent de show A Night with the Stars. En zoals u de tafel ziet, dan ziet het er zo uit. En de show is vanavond en het draait allemaal om de bekende, de populairste artiesten van Suriname. Of laat me zeggen, de zangers en de zangeressen. En dit is op een heel ander level, hoor. Dus daar praten we dus dan over artiesten in de popmuziek. Ja, en daar praten we dus dan over artiesten zoals Brian Bilhout, Replay en nog heel wat klinkende namen. Maar het draait allemaal omtrent de bekende artiesten. We gaan even een gesprek hebben hier met de heer Carlos Pinas, die ons meer over de event kan vertellen. Maar zoals u ziet, dan geven wij u dus dan een beeld hoe NIS momenteel eruit ziet. En u ziet het, de tafels zijn geregeld. En dit is dus de setting voor vanavond. Kulturu TV, en we staan hier met niemand anders dan de man himself. Ik heb altijd zoveel respect voor deze heer. De heer Carlos Pinas, de man die scapa passivos uno. De heer Carlos Pinas, wat zal er gebeuren in NIS op deze zaterdag? Wel, wat er zal gebeuren, Suriname krijgt de mooiste show. Een avond met de sterren, de Surinaamse sterren, de Surinaamse zangtalenten die, ja, die we doorgaans kennen, ja. Toch? En eigenlijk wil niemand een show met zo'n line-up missen. Als je in een show Brian Bilhout samen hebt met Replay, samen met Patricia van Dal, met Brian Munslag, met Marianne Cornet, met Naomi Sastra, met Edgar Begroet Burgos, met Marouf Ahmad Stam, het zijn de beste Surinaamse vocalisten. Die zijn op één podium vanavond. Het wordt inderdaad de mooiste show. Een show die je niet mag missen. Ja, een show die je niet mag missen. Wanneer ik zo luister naar de namen, dat brengt het me een beetje naar Suripop. De mensen die number one songs hebben gehaald in Suriname. Inderdaad, als je dus de stemmen hebt van de mensen die de songs, de Suripop songs hebben vertolkt, hebben gezongen. Als je een show hebt met die mensen bij elkaar, dan weet je dat het een knallende show is. Dat het een show is met kwaliteit. Ja. Kwalitatief goede muziek, goede zangers, goede stemmen. Noan Vals van San Ineere, want het zijn goede getrainde zangers. Het zijn geen eerste en de beste zangers bij elkaar. Ja, ja. En van waar dit initiatief? Nou, ik weet dat de organisatie een gek idee kreeg om in Nederland de Suripop artiesten, de Suripop zangers bij elkaar te brengen. En dat is aardig gelukt. Het was vorig jaar 9 september. En het was een daverend succes, een kassucces. Want de organisatie heeft uit Suriname laten halen. Brian Munslag, Marouf Ahmad Stam en die hele grote groep. Die hebben ze dus samengevoegd met de andere artiesten die in Nederland wonen, die ook Suripop hebben gezongen, en ze hebben een knallende show daar neergezet. Natuurlijk met wat extra erbij, want Boegroep was erbij. Ja, Replay die heeft inmiddels ook een Suripop liederen gezongen. Ja, dus je begrijpt, het was een mooie avond. En de organisatie vond het was te mooi om deze show niet naar Suriname te brengen. Ja, oké. Okay. En hoe ziet de avond eruit? Ja, de avond ziet eruit, net als dat ik zei toch. Je hebt Nisha Madaren, je hebt Marouf Ahmad Stam, je hebt Replay, Brian Bilhout, Patricia van Dal, Eddie Assan, Naomi Sastra, Marianne Cornet, Edgar Begroet Burgos, zoals ik eerder zei, Pinas Emmanuel. En ja, dat zijn de artiesten. En we hebben ook een speciale attractie. Dat is de saxofonist Noel Wilson, die op de saxofoon wat Suripop mashups gaat doen. Een mooie collatie gaat maken, een mooie medley gaat maken van de Suripop nummers op sax, instrumental. En ik weet dat de mensen gaan genieten. Ik ben er 100% zeker van. Ja, en hoe zit het met de kaarten? Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Ja, er zijn nog enkele kaarten bij de poort verkrijgbaar. Van 500 SRD. Maar dan moet je op tijd komen, want
na 8 uur zijn de iets duurdere kaarten. Dus als de mensen nu in de buurt zijn van Enteren Nesting Sport, dan kunnen ze nog snel voor 8 uur nog een kaartje halen. Tot 8 uur zijn de kaarten 500 SAD. Tot 8 uur. Dus snel en Kotek One Show. Eigenlijk is die 500 SAD, terwijl je nog een show met zoveel klasse artiesten bij elkaar op één podium. En die begeleidingsband is een top begeleidingsband. Het zijn artiesten onder leiding van Ernesto van Dal. En Ernesto van Dal is niet de eerste, de beste Surinaamse muzikant. Hij heeft een topdrummer bijgehaald. Hij heeft een topbassist bijgehaald. Hij heeft een topkeyboardist bijgehaald. Al met al, het is een kwalitatief hoogstaande show. Ja. En wanneer we praten over een topshow, dan heb je ook een topman. Ik weet niet, is hij ook van de partij, de heer Henk van Vliet? Als ik die namen noem van de artiesten die we hier op een podium kunnen krijgen, dan ja, die heeft de organisatie niets aan het toeval overgelaten dan de man die de artiesten op de juiste manier weet aan te kondigen. En dat is good old Henk van Vliet. Ja, ja, ja. En hoe zou u de mensen moeten motiveren om naar die show te komen? Motiveren als ik alleen de line-up opnoem van de artiesten die allemaal vanavond op één podium gaan staan. Van Nisha Madaren tot Replay, tot Brian Bijlo, tot Brian Munslag, tot Naomi Sastra, tot Marouf Ahmad Stam, tot Marianne Cornet, Patricia van Dal, ja, Edgar Boegroep Burgos voor die lekkere saus erbij, ja. Met Henk van Vliet als presentator. Ja, het is een show die je sowieso moet zien. Afifi Barkinowé naar voren. Ja, een show. Ja. Ja. Dus duidelijk. Maak er een mooie avond van en neem je vrouw mee. Ja. Meneer, neem je vrouw mee. Ja. Mevrouw, neem je man mee. En kom lekker genieten, ja, van een mooie avond. En ik ben er zeker van dat je luidkeels gaat zingen. Want het zijn allemaal herkenbare nummers die je lekker gaat meezingen. Met de artiesten. En die hele zaal zal vullen met die zaal zal galmen met die stemmen van niet alleen de artiesten, maar ook van de audience. Ja, nee. Duidelijk, welke organisatie staat erachter? De organisatie is Extravaganza. Extravaganza, dat is een organisatie die eerder met Black and Sexy grote shows hier in Suriname heeft neergezet. Als ik shows noem van Burna Boy, van Davido. Dus het is een organisatie die wel van want te weten. Ja, duidelijk, duidelijk. Nee, thank you. En ik weet niet, als u de sponsoren wilt bedanken, nog wilt bedanken. Ja, op dit moment kan men nog hier bij de gate van Enteren Sporthal de kaarten halen. Maar de kaarten zijn ook verkrijgbaar op een aantal plekken. Dat zijn Compact Group, ga je op dit moment nog een kaart vinden. Bij MN Car Center, bij Mode & Su aan de Koesewijnenstraat en bij Loyalty Kleding. En de grote sponsoren zijn MN Car, Compact, ja, Jetskis, die heeft ook hun bijdrage geleverd. Dus dat zijn de sponsors. VIP, wil je VIP zijn? Want ik neem aan dat mensen graag VIP zouden willen zijn in zo'n show, toch? Iemand die want je extra. Je wil je lover of je vrouw een extra avond laten genieten. Van een extra avond laten genieten. Je kan dus voor de VIP bellen op 878-4310. 878-4310. Of op 884-8811. 884-8811. Vanavond wordt er een mooie show gehouden in Enteren Nesting Sport. Een show die jij als Surinamer niet mag missen. Je mag het niet missen. A Night with the Stars. En je hebt het gehoord. Een mondje vol. Kort en bondig. En ik zou zeggen, bent u momenteel thuis? En het heeft ook geregend. Dus het is eigenlijk een lekkere sfeer om te komen naar hier zo Enteren Nesting Sport al. Waar het zal gebeuren. En zoals u ziet, dit is de setting nu. De mensen zijn druk bezig op te zetten, et cetera. Maar ik zou zeggen, kom en geniet, want zo'n dag, ja, ik weet niet, als zo'n dag nog een keertje komt.